Met hulp van jeugdburgemeester Fina D'Alfonso opende wethouder Spaan vrijdagmiddag bij OBS Het Meerrijk schoolplein 14. Schoolplein 14 is een initiatief van de Johan Cruijff Foundation. Het is ervoor bedoeld kinderen onder schooltijd, maar zeker ook na schooltijd, uit te dagen om meer te bewegen. Na schooltijd kan dit schoolplein gezien worden als een extra speelplek voor de wijk. Ik vind het mooi dat hier een gezamenlijk initiatief is vanuit de school, maar ook dat er sponsors zijn die het mogelijk maken. Het is heel leuk om te zien dat tijdens de pauze de kinderen nu lekker naar buiten kunnen. En niet alleen om zelfbedachte spelletjes te doen, maar ook dat ze even basketballen kunnen spelen, voetbal. En het teamgevoel wordt ermee versterkt en dan kunnen ze weer beter de lessen volgen. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. Directeur Kolbe van het Meerrijk, een trotse directeur waarschijnlijk. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ik ben ontzettend blij dat wij het schoolplein 14 hebben kunnen realiseren. En het is eigenlijk op een hele mooie manier ook tot stand gekomen. Met medewerking van gemeenten, van ouders, van kinderen. En dat is ook een beetje de visie van onze school. Die betrokkenheid tussen alle partijen die met school te maken hebben, om dat te verstevigen. Om het in voetbaltermen te houden, een mooi 1-2'tje. Een heel mooi 1-2'tje, ja. Dat begon bij een gemeentemedewerker, Jenneke. Daar kwam ik mee in contact naar aanleiding van een gezond leven project. We hebben hier een kraanwaterweek gehad. En rondom die kraanwaterweek ook gezond eten gestimuleerd. En toen zei Jenneke van, is een schoolplein 14 niet wat voor jullie? En die heeft mij geïntroduceerd bij de foundation. En na aanleiding van een motivatiebrief die ik heb geschreven, heb ik toestemming gekregen van de foundation om het te kunnen gaan realiseren. En ook nog eens een keer tegen wat betere voorwaarden dan normaal. Een volgend 1-2'tje was een basketbalveldje erbij. Ja, klopt. Want een van de kinderen uit groep 8, de ouders van, die hebben een bedrijf in sportvloeren. Die werken trouwens ook samen met de foundation. En die kregen te horen dat we dit zouden gaan doen. En die kwamen op het idee om er een vierde veldje bij te gaan sponsoren. En nu nog hoop op mooi weer. Nu nog hoop op heel mooi weer.